Wout Proficiat met je derde wereldtitel op rij. Hoe doe je dat toch? Op die ene dag in het jaar zo goed zijn? Ja, het is moeilijk om uit te leggen. Maar als het al een paar keer gelukt is, heb je al meer vertrouwen om naar zo'n titelstrijd toe te komen. Zeker dit jaar was Mathieu echt de absolute topfavoriet. En degene die het ook het meeste zou verdiend hebben om die titel te pakken. En dan kom je naar hier met het gevoel dat je eigenlijk niks te verliezen hebt. En dat was wel heel rustgevend. Dus ja, heel hard werken om die topconditie te pakken te hebben. En, ja. Wanneer had je vandaag in de gaten, hey, Mathieu is niet in orde? De tweede ronde probeerde ik mijn ritme te zoeken. Ik was al heel tevreden dat ik zijn snelle start had overleefd. Dat was de grootste uitdaging voor mij. En toen ik dan enkele meters kon pakken, eigenlijk zonder echt een demarrage te plaatsen. Dus ik was gewoon... Dus het was gewoon een parcours waar je een tempo moest zoeken. En toen ik zag dat ik dan wat kon uitlopen, wist ik dat het mentaal voor hem wel moeilijk zou worden. Hij is gewoon van snel weg te rijden en niet van in de verdediging te koersen. Dus toen had ik wel vertrouwen in de rest van de koers. En al vanaf morgen het blik weer op Roubaix. Ja, geef me misschien een week en vanaf morgen ga ik eerst even genieten. 5 dagen vakantie. Volgende week het seizoen mooi afsluiten bij me thuis in Lille en Hoogstraten. En dan... volgende week, de week maandag, dan zal ik aan het wegseizoen beginnen denken. En wordt weer een mooie uitdaging. En ook daar heb ik eigenlijk geen stress voor. Dus ja, het leven lacht me toe vandaag. Dankjewel. Merci.